Hi, hier is Paul weer. Laten we het hebben over mijn favoriete onderwerp en dat is en blijft NN Group. Ik heb er weer veel dividend van gekregen. Dat dividend ga ik herinvesteren in nog meer aandelen van NN, zodat ik de volgende keer nog meer dividend mag verwachten. En als NN ook nog eens zijn dividend per jaar blijft groeien met prachtige percentages, dan ga ik letterlijk zakken met geld, zakken met dividend krijgen vanuit mijn NN-positie. Dat wil ik weer bespreken en laten zien. Dividendgroei investeren begint heel langzaam, maar als het eenmaal begint te lopen, dan wordt het echt leuker en leuker en leuker. Dat merk ik heel erg met NN Group. Allereerst kwam NN over ongeveer 2 weken geleden met hun halfjaarcijfers. En tijdens die halfjaarcijfers gaan ze altijd bekendmaken wat het nieuwe interim dividend gaat worden. Dat konden we eigenlijk al uitrekenen, dat konden we eigenlijk al bepalen wat dat zou gaan worden. En NN levert gewoon 1,28 aan interim dividend per share staat hier. Dit komt vanuit een presentatie van NN voor 2024, precies zoals verwacht. Dus je krijgt 1,28 aan interim dividend per aandeel. Dan krijg ik deze uitkering bij Bucks. 27 augustus, afgelopen dinsdag. Normaal keert NN zijn interim dividend uit in september. Nu is het in augustus, dus eigenlijk een maandje eerder. Nou ja, het is prima. Kan ik het nu herinvesteren? Ben ik er nu blij mee? 1,28 aan interim dividend per aandeel. Bruto, je moet altijd 15% dividendbelasting betalen over Nederlandse aandelen. Maar als Nederlander kan je die 15% dividendbelasting altijd weer verrekenen volgend jaar met je belastingaangifte. Dus dat kan je altijd doen. 165,8 aandelen heb ik en dan krijg ik een netto dividend uitgekeerd van 180 euro en 38 cent. Een prachtig bedrag. Dat ga ik weer herinvesteren straks in nog meer aandelen van NN. Maar allereerst het mooiste plaatje voor een dividendgroei-investeerder. NN geeft heel veel waarde terug aan hun aandeelhouders. Dat zijn de shareholders, aandeelhouders. Hier kan je zien dat ze altijd meer dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Dat zijn die oranje kolommetjes. Ze doen ook heel vaak aan share buybacks, dus eigen aandelen terugkopen. Altijd eigen aandelen terugkopen, altijd dividend uitkeren, altijd dividend verhogen. Daar word je als aandeelhouder heel erg blij, tenminste ik wel. Ik hoef mijn aandelen niet te verkopen, ik hou ze gewoon vast. Ik krijg er elk jaar meer cashflow uit, meer dividend uit. Hier staat ook DPS, dat staat voor dividend per share, dividend per aandeel van 2015 tot 2023. Een 9,8% CAGR, een 9,8% compound annual growth rate. Dus het dividend groeit met 9,8% per jaar over deze periode. Dat is waanzinnige dividendgroei. Dan gaan je cashflows, je dividenden ontzettend snel groeien. Daarom ben ik zo'n fan van NN Group. Gaat dat ook zo zijn in de toekomst? Ik heb geluisterd naar David Knibbe. Dat is de CEO van NN Group. Je kan luisteren naar de conference call van NN van de halfjaarcijfers. Ik heb dat gedaan. Daar gaat hij ook in op het dividend. Ze willen een progressief dividend blijven uitkeren. Een groeiend dividend voor de lange termijn. En lange termijn verwachten ze 7-8% dividendgroei per jaar. Dat is nog steeds uitstekend. En mocht NN wat beter presteren dan verwacht, ga je weer wat meer dividendgroei krijgen. Misschien wel weer richting de 10% per jaar. Maar 7-8% dividendgroei is nog steeds uitstekend. Zeker in combinatie met het huidige dividend yield. Je wint dan ook elk jaar van inflatie. 7-8% dividendgroei is meer dan inflatie als het goed is. Dan blijf je financieel vrij. Dat is het hele idee. Dan kan ik blijven leven van mijn dividend. En dat moet zeker kunnen met NN Group. Verder heeft NN zijn doelen vastgesteld tot en met 2025 voor een kapitaalgroei, voor een free cashflow, allemaal van dat soort dingen. We gaan op 27 mei 2025 luisteren naar de Capital Markets Day. Dan gaan ze hun doelen, hun ideeën, hun verwachtingen bekendmaken voor na 2025. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Gaan ze het ongetwijfeld ook hebben over de shareholder return met buybacks en dividendgroei, wat ik wel verwacht, wat gewoon door blijft gaan. Als ik ga kijken naar dividend, hoe dat eruit ziet van 2020 tot 2024 in mijn eigen tabelletje. Je krijgt altijd interim dividend, normaal in september. Nu was het een keertje in augustus. En de slotdividend, dat komt volgend jaar in juni. En samen is dat altijd het totaaldividend over 1 boekjaar. Je kan zien dat het interim dividend altijd groeit. Het slotdividend groeit altijd. En daarmee groeit het totaaldividend per boekjaar ook altijd. Vorig jaar een dividendverhoging jaar over jaar van maar liefst 15%. Dat zijn waanzinnige getallen. Kennelijk kunnen we voor de toekomst 7 à 8% dividendgroei verwachten per jaar, jaar over jaar. Dat is uitstekend. En vanaf nu kunnen we rekenen met een jaarlijks dividend van 3,36 euro, wat je per jaar mag verwachten aan dividend vanuit je aandelen van NN. Daarvoor pak je altijd het laatste slotdividend en het laatste interim dividend samen. Dat is 3,36 inmiddels. Want altijd wordt het interim dividend meer, altijd wordt het slotdividend meer. Dus je weet eigenlijk dat je minimaal 3,36 aan jaarlijks dividend gaat krijgen van NN. Ik reken er op die manier mee. Ik ben ook niet de enige die dat doet.
Dat doen ongeveer alle sites, alle bedrijven. Als je gaat googlen op NN-koers, dan zie je altijd de koers van NN. Dan kan je zien of die omhoog of omlaag is gegaan elke dag. Maar je ziet ook het dividendrendement. Daar staat 7,64% aan dividendrendement. En dat is precies het sommetje van 3,36, het nieuwe jaarlijkse dividend van NN Group, waarmee wordt gerekend. 3,36 delen door deze koers is precies een dividendrendement, een dividend yield van 7,64%. Dus daar ga ik vanaf nu mee rekenen. 3,36 per aandeel per jaar verwacht ik aan inkomen vanuit mijn aandelen van NN. Ik heb die 180 euro die ik heb gekregen hier als dividenduitkering geherinvesteerd in nog meer aandelen van NN. Dat heb ik gedaan met de spaarplanorder bij Bux. Dat ziet er dan zo uit. 180 euro en 38 cent geïnvesteerd tegen 44 per aandeel aan koers. Daar kon ik 4,1 aandelen van kopen. En dat is zo mooi aan dividendgroei investeren. Je krijgt dividend. Daarmee koop je nog meer aandelen van dat bedrijf. Heb je nog meer aandelen, die aandelen gaan jou ook weer dividendinkomen opleveren. En dan groeien je cashflows jaar over jaar steeds sneller en steeds sneller. 4,1 aandelen, die heb ik gekocht keer het jaarlijkse dividend per aandeel wat we nu mogen verwachten van NN. Dan weet ik dat ik een extra dividendinkomen per jaar ga verwachten van 13,78 euro. Mijn totaal aantal aandelen is weer gegroeid, bijna 170 aandelen nu. En dan weet ik dat ik een dividendinkomen per jaar mag verwachten van 570,86 euro. Dat is al een prachtig bedrag aan het worden. Ik wil het nog groter maken. Ik heb mijn doelenpagina aangepast. De mensen die vaker kijken, die zien een verandering. Ik heb een nieuwe kolom toegevoegd. 700 euro aan dividend per jaar wil ik nu krijgen van NN en van ASR. Dat is een nieuwe kolom. 100 euro, $100 op één dag aan dividend zie ik als één vrije dag per jaar voor de rest van mijn leven. $700 of euro aan dividend per jaar vanuit één positie zie ik als 7 vrije dagen per jaar vanuit die positie. 1 week vrij zou ik kunnen krijgen met NN Group. Ik moet er nog meer aandelen voor verzamelen, maar ik ben al aardig op weg natuurlijk. Ik krijg al 570, ik wil dat tillen naar de 700. Als ik dat heb gehaald, kan ik er weer een vinkje achter zetten. Heb ik één vrije week per jaar voor de rest van mijn leven van NN, dat lijkt mij een prachtig doel. Dus daar ga ik van of nu voor. De dividendstatistiekjes bij NN, ze blijven geweldig. Met het nieuwe jaarlijkse verwachte dividend van 3,36 per aandeel krijg je een dividend yield van 7,7%. De verwachte dividendgroei naar de toekomst toe is 7,8% per jaar. Die combinatie van dividend yield en dividend growth zorgt ervoor dat ik mijn cashflows ontzettend snel kan groeien met deze posities. Daarom blijf ik er fan van. Daarnaast lijkt het ook nog eens heel veilig, NN Group. Ik ga de cijfers niet helemaal ontleden van het afgelopen halfjaarverslag. Het zag er gewoon weer veilig, stabiel en robuust uit. Solvency ratio 192%. Credit rating A+. Kapitaalgeneratie blijft groeien. Dat zorgt allemaal voor dividendveiligheid en nog meer dividendverwachtingen naar de toekomst toe. Dus ik maak me geen enkele zorgen over het dividend van NN Group. Ik verwacht dat ze dat gewoon blijven groeien met mooie percentages en daar ben ik gewoon spekkoper. Ik kan het altijd een beetje laten zien met yield on cost. Rendement op mijn gemaakte kosten is dat. En doordat de dividend altijd groeit, gaat mijn yield on cost, de cashflows die ik krijg vanuit mijn initiële investering, altijd groeien over tijd. Inmiddels mogen we een dividend per jaar per aandeel verwachten van 3,36 bij NN. Mijn gemiddelde kost per aandeel is bijna 36 euro. Dat verandert in principe niet meer. Ik hou mijn aandelen gewoon vast. Maar dividend per aandeel wordt wel elk jaar hoger. Dan krijg ik elk jaar meer rendement, meer dividendrendement over mijn gemaakte kosten. Dat is eigenlijk yield on cost. 3,36 delen door 35,99 is een yield on cost van 9,4%. Dat betekent dat ik elk jaar 9,4% aan cashflows, dividenden krijg vanuit mijn initiële investering. En dat gaat groeien over tijd. Dat is zo mooi aan dividendgroei investeren, als ik het goed uitleg. Maar als ik het nog mooier ga maken, als ik het geherinvesteerde dividend niet meereken als kost vanuit mezelf, want ik heb dat eigenlijk niet meer zelf hoeven te investeren. Die 180 euro die ik heb gekregen en die ik heb geherinvesteerd, komt niet uit mijn eigen portemonnee. Dat komt al vanuit NN Group zelf, vanuit mijn investering zelf. Je zou kunnen zeggen dat ik deze 4,1 aandelen gratis heb gekregen. Niet helemaal gratis natuurlijk, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het zijn niet 180 euro's vanuit mijn eigen portemonnee, maar dat is geld wat mijn portfolio heeft gemaakt. Als ik dat op die manier ga rekenen, dan krijg ik een gemiddelde kost per aandeel van 31,79 euro.
Dat is weer een stuk minder. En als ik dan de yield on cost ga berekenen, dan is dat al 10,6%. En zo gaat mijn yield on cost gaat zo hard groeien over tijd. Hoe groter de combinatie is van dividend yield en dividend growth, hoe meer je dividend gaat groeien over tijd en hoe hoger dividendrendement je jouw dividend weer kan herinvesteren, hoe sneller je sneeuwballetje gaat rollen, hoe sneller je yield on cost omhoog gaat. Dit is waarom Warren Buffett bijvoorbeeld een yield on cost heeft van rond de 60% op Coca-Cola. Dat aandeel houdt hij al heel lang vast. Dat dividend blijft groeien over tijd. Dan gaat je yield on cost ontzettend hard omhoog. Dat is zo mooi aan dividendgroei investeren en hoe je het ook meetbaar kan maken. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. Voor nu ga ik het hierbij laten. Ik heb alweer veel te veel gepraat over NN Group. De maand is eigenlijk ook alweer voorbij. Ik zal dit weekend komen met een update van Mien Geldboom. Een maandoverzicht. Dat vind ik altijd leuk om te doen. Dus dan ben ik er weer. Ik ben ook altijd benieuwd hoeveel jullie hebben gekregen van NN Group. Zit je erin? Zit je er niet in? Hoe groot wil je jouw positie maken? Je kan ook zien dat NN Group de grootste positie is weer in mijn portfolio dankzij deze aankoop. Volgende week komt dividend binnen van ASR. Dan ga ik dat weer herinvesteren in nog meer aandelen van ASR. Die posities zijn ongeveer even groot. Die wisselen elkaar ook continu af qua wat is de grootste positie in mijn portfolio. Ik kan ook alweer zien op GetQuinn wat mijn dividendinkomen voor 2025 gaat worden. Dan zie je heel veel dividendinkomen in juni. En dat komt vooral omdat ik heel veel NN Group heb en heel veel ASR. Die keren altijd dan uit. Hoe meer dit wordt, hoe leuker mijn vakantie gaat worden in juni. Hoe meer ik kan betalen, zeg maar. Op die manier kan je het ook zien. De cashflows groeien jaar over jaar continu. Met een aandeel als NN Group gaat dat ontzettend snel. Gaat dat ontzettend snel, snel omhoog. Dus ik blijf er fan van en ik blijf het kopen. Ik heb mijn doel ook verhoogd. Voor nu ga ik het erbij laten. Anders kan ik blijven praten. Bedankt voor het kijken. Tot in het weekend met een maandelijkse update van Mien Geldboom. En tot de volgende keer. Doeg!